We tellen de laatste dagen en weken af van het jaar 2023 en een parlementariër Cheryl Dijksteel van de VHP vroegen wij hoe zij toch wel terugkijkt naar dit haast afgelopen jaar, maar ook naar het parlementair werk dat ze allemaal heeft kunnen verzetten. Ook de bijdrage van de parlementaire coalitie, maar ook die van de oppositie. U hoort Dijksteel ingaan op een aantal zaken voor wat betreft het jaar 2023. Heel goed, mag heel tevreden zijn. Wij hebben, dit parlement heeft voor dit jaar 2023 een hele mooie mijlpaal behaald als gevolg van een uitspraak van het Constitutioneel Hof. En dat is dat onze kiesregeling na 30, 35 jaar is herzien en dichterbij aspiraties van het volk is. We zijn naar de landelijke evenredigheid gegaan. Mooi moment voor consensus met alle fracties. En eindelijk een kiesstelsel dat voldoet, die rechtvaardig is en representatief is. Dat vond ik het mooiste in ons parlement. En voor de rest natuurlijk die macro-economische stabiliteit. Wij hebben een aantal wetten aangedragen die dat moeten hebben ondersteund. Hè? De prior actions van het IMF. De NRA-wetten. We hebben gezien, ik dacht 2 of 1,5 week geleden, dat we niet meer in de gevarenzone zijn voor de blacklisting, CFATF. Dat zijn, moet je zeggen, schouderklopje. Nee, we hebben ons werk gedaan en het heeft resultaten opgeleverd en dat stemt mij goed. En wat vond u minder? Dat we een begrotingsverhandeling nog steeds niet hebben kunnen doen. Dat ook dat we eigenlijk een beetje gerotst hebben met de BTW. De BTW is nodig en we moeten echt ons volk, mijn volk, onze samenleving, moeten we dat goed uitleggen. Maar de afhandeling ervan, hè, de laatste keer toen het IMF aangaf van kijk, je hebt je gecommitteerd, je moet 60%. Moet je coverage hebben van de BTW. En dat is een beetje, ik moet toegeven, het is een beetje minder geordend gegaan. En we hebben nu afgesproken dat we een evaluatie hebben. Vandaar ook die sociale onrust. Hè. Men is om de tafel gegaan met de vakbeweging, tripartiet overleg, et cetera, et cetera. En dus we hebben een evaluatie straks. Een gedegen evaluatie met alle partijen. En dat is die mooie opvang. Dat vind ik wel een goede opvang. Ook vind ik minder gaan die gezondheidssector. Hè? Het is mijn veld. Het veld waarvoor ik passie heb. En los van dat er weinig middelen zijn. Dat begrijpen we allemaal. Maar die communicatie. Kijk, als je afspraken maakt. En ik roep dat al 3 jaren. Als je afspraken maakt met de mensen die... Kun je zeggen, bijna het hardst werken in dit land. Er zijn zoveel mensen weggegaan. Degenen die achter zijn gebleven, die moeten al dat werk doen. En dan elke keer worden ze als laatst betaald. Er wordt iets beloofd en dan moeten ze weer wachten. Altijd, weet je, dus dat moeten we echt beter doen. Het kan dat afspraken niet nagekomen kunnen worden. Maar dan moet je daarover communiceren. Toch? Je moet... groot zijn, respect hebben en communiceren. Dat, kijk, ik heb je beloofd misschien over een week, maar door die en die en die redenen is het mij niet gelukt of is het financiën niet gelukt of whatever. Heb nog even wat geduld. Dat respect moeten we voor elkaar leren opbrengen een keertje. En ook het sociaal programma waarover iedereen klaagt natuurlijk en zelfs het IMF heeft aangegeven dat dit beter moet. Dus dat zijn de verbeterpunten. En ik hoop echt in de begrotingsbehandeling ga ik daarover zeer scherp zijn. Dat het sociaal programma op een gedegen manier eindelijk wordt aangepakt. Want we zien zeker voor de middenklasse, zien we wat ademruimte. We zien optrekken van de belastingvrije grens weer. We zien dat er 1000 wordt geplaatst op de koopkrachtversterking die er reeds is. Ook zien we dat de belastingsgeven... Hè? Die 8
18-38%, dat die ruimte dat die groter wordt. Dus er komt meer geld vrij. Ik zou zeggen, besteed het nuttig. He, we hebben de bank, de DSB, zegt, je mag tot $5,000 opkopen. Je moet ook een goede dollar. Toch, al is het een $50 per maand. Koop die dollars, spaar ze. En als je na een jaar een bedrag hebt, beleg het. Weet je, dat is een verstandige manier om met extra financiële middelen om te gaan, als je het kan missen. Want we weten dat veel mensen het moeilijk hebben. Dus dat zijn wat positieve dingen. Maar we zijn er inderdaad nog niet. Als je Eckhorst hebt gevolgd, dan zie je dat nog steeds die inflatie nog een risico is. En natuurlijk het binnenhalen, de inkomsten voor de staat, dat nog een grote uitdaging is. Dat moet versterkt worden zodat die begrotingsdiscipline blijft. Want die begrotingsdiscipline, dat wil zeggen, je geeft uit, je geeft niet meer uit dan je verdient. Die moeten we behouden om de macro-economische stabiliteit te behouden. Want die macro-economische stabiliteit, dat zegt men, ja, minamanyaming. Maar het is wel het fundament om dat wat in je zak is, dat het die waarde heeft die jij wil. En dat stukje verantwoording van die regering naar het parlement toe in 2023? Het kan altijd beter. Hè? Dus verbeterpunten zijn er altijd. Er is veel, laat maar zeggen, er is vooruitgang in transparantie. Vooral met de, met betrekking tot het ministerie van Financiën. Wet op de staatsschuld is aangepast, die website. Het financieel plan, bijna alles kan je op de website vinden. Ook voor wat betreft OW hebben we gezien dat er veel transparantie is. Maar dat kan altijd beter. Er is nog een Johari Yutrusu over de openmarktoperaties, nog steeds. De ene heeft een andere mening. Maar het heeft wel laten zien dat er veel geld is afgeroomd. En we zijn nu al, ik dacht, een paar maanden met een stabiele koers. En we zien een minime daling. Dus ik denk dat het goed gaat. En ik ben, laat maar niet zeggen, ik ben niet ontevreden met de verantwoording. Maar ik vind wel dat het beter kan. Er zijn bepaalde ministeries waarvan ik zoiets heb van, je mag wel meer in het parlement zijn om te komen verantwoorden wat je doet. Toch? Dus het kan altijd beter. En de handen in eigen boezem, mevrouw Dijksteel. Het is het derde parlementair jaar voor u. Als u vergelijkt het eerste naar het derde jaar voor uzelf. Ja, die spiegel, hè? Die reflectie. Ik denk dat ik wat gegroeid ben. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Je wil ook omdat je werk altijd beter wil doen. Hè? Je wil je werk altijd beter doen. Dus ik ga ervan uit dat het parlement, laat me eerst beginnen met de persoon Cheryl Dijksteel, dat het kan altijd beter. Je kan je best harder doen, maar op een respectvolle manier. Want we hebben wat uitglijertjes gezien de afgelopen tijd in ons parlement. En dat moeten we niet hebben. We moeten respectvol met elkaar omgaan. We moeten leren om onze emoties, hè, dat die range met onze emoties, dat we ons kunnen beheersen. Dat moeten we leren, ook al zijn we boos, want ook ik kan af en toe boos worden. Maar laten we respectvol omgaan met elkaar. En laten we ook het niveau van het debat, hè, we houden ervan om de vinger te wijzen. En natuurlijk heeft alles een oorzaak. Maar ik denk dat we voor wat betreft als we debatteren met elkaar, dat we meer met feiten komen. Hè? Dus verslagen, rapporten. Ik ondersteun dit met een rapport. Ik ga u een voorbeeld geven. We hebben een household. Ik weet niet precies hoe die naam is van het onderzoek gehad van het IDB. 2 of 2,5 week geleden. De minister kondigde dat aan. En dat onderzoek heeft een heel ander beeld gegeven. Of heeft heel andere resultaten verschaft dan de perceptie die we hebben
over armoede. Hè? En ik was vrij verbaasd, maar meten is weten. Ik ben gekweekt als wetenschapper. Dus ik, juich dat onderzoek zeer toe, omdat het zegt niet van er is geen armoede, maar wat het rapport zegt is, het geeft de regering leidraad voor beleid. Waaraan moet je gaan werken? Toch, ik was perplexed om te horen dat 60% van de respondenten, laten we zeggen 7700 mensen zijn geïnterviewd, 2500 huishoudens. En 60% van 7700 mensen zegt, mijn grootste probleem met armoede, je zou denken geld, inkomen, is chronische ziekte. Het is eigenlijk een verschrikking. Toch? Dus maar het geeft het juiste beeld. En het geeft aan waaraan de regering moet gaan werken. En hoe wij als de Nationale Assemblée die regering op een kritische manier door middel van wetgeving kunnen ondersteunen. In de begrotingsbehandeling ga ik een aantal resultaten van dat onderzoek ga ik benoemen en linken met het beleid dat gevoerd wordt op dit moment. En waar ik denk dat het beter anders moet. En een gebeurtenis in of buiten het parlement, mevrouw Dijksteel, welke u toch wel hebt ervaren als een absolute dieptepunt? 17 februari natuurlijk. Het was pijnlijk. Dat was pijnlijk. Er is nog steeds angst. Alle stakeholders die daar benadeelden zijn geweest, de ondernemers. Dus die angst, hè. En dat blijft. Ik vind dat heel erg jammer. Maar alles heeft een keerzijde. Ik weet niet of je moet zeggen dat het moest gebeuren. Dat weet ik niet. Maar de impact daarvan is wel geweest dat er een nationaal dialoog is gekomen. Waar de president eigenlijk met alle groepen, alle geledingen, maatschappelijk middenveld, buitenparlementaire politieke partijen, is gaan praten en een aantal zaken heeft kunnen destilleren. Wat houdt het volk bezig? Wat irriteert het volk? Enzovoorts, enzovoorts. En ik denk dat het stemt mij goed dat de president dat heeft gedaan. En dat er daaruit wat resultaten zijn gekomen waarmee het beleid een beetje is aangepast. Laat maar zo zeggen. Resumerend is, mevrouw Dijksteel, de bijdrage van de parlementaire coalitie in 2023? We hadden meer wetten willen doen. Ik had bijvoorbeeld als voorzitter van de commissie van rapporteurs van de levensmiddelenwet. Het is een belangrijke wet. Die had ik willen doen. BW is gestopt vanwege andere urgente wetten. Het BW is ontzettend belangrijk, met name in het privaatrecht. En dat had ik willen doen. Ik ben lid van de commissie van rapporteurs. Dus die twee wetten voor mij hadden we liever afgerond in het jaar. Maar goed, het is anders gelopen. Er waren andere prioriteiten. Al met al mag ik zeggen dat wij niet ontevreden zijn, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Altijd. En de bijdrage van de oppositie? Natuurlijk, vooral bij de kiesregeling. Toch, het kiesstelsel, de bijdrage die zij hebben geleverd. De oppositie moet oppositie voeren. Dat is hun taak. Toch, dus hoe noem je dat? De bijdrage van de oppositie moet je altijd bijtellen. Toch, is ook het parlement. Ja toch, dus ik ben tevreden daarover. Waarmee stapt u 2024 binnen? Met heel veel moed om verder te gaan in die zin dat we belangrijke wetgevingsproducten, dat wij die afronden en dat we vooral de begroting,
dat we de begrotingsbehandeling starten en zo gauw mogelijk afronden. Want die is heel belangrijk.